Vanmiddag de één na laatste thuiswedstrijd in de competitie, in de topcompetitie tussen DVS 33 en Excelsior Maarsluis. Nou, als er één opwindende pot was geweest, dan was dat die eerste zaterdag in augustus in Maarsluis, Roeland. Ja, dat was zeker, ja. Ja, daar gaan we vandaag ook voor, maar dan hopelijk met de winst die we eigenlijk van toen nog te goed hebben. Ja. Maar je krijgt nu wel te maken met een ploeg die 21 wedstrijden ongeslagen is en die op een of andere manier toch zijn stijl gevonden heeft. Ja, maar goed, 21 wedstrijden, het moet een keer fout gaan, hè? Zou het vandaag zomaar een keer fout kunnen gaan? Nou ja, kijk, tuurlijk kan dat. Ik denk dat wij sowieso de kwaliteit hebben om tegen welke tegenstander dan ook een hele goede wedstrijd van kunnen maken. We hebben veel individuele kwaliteiten, dus dat is wel zeg maar een aantal ingrediënten waarbij je toch gewoon wedstrijden kunt winnen. En we spelen thuis, dus we hebben nog 3 wedstrijden te gaan, dus we willen hier wel vol voor de winst gaan spelen. Ja. Is het een groot gemis dat zeg ongeveer de helft van je middenveld er niet is? Nou ja, kijk, we hebben een hele brede selectie. En ik vind ook als jongens een tijd erbij zitten, zoals in dit geval Okan en David bijvoorbeeld, die gaan op het middenveld spelen. Ja, die hebben een paar weken ook op de bank gezeten. Dus daar kan ik mij toch alleen maar mee in voorstellen dat je als speler dan ook gewoon gretig bent en graag dat wil invullen. En hun hebben zeker allebei de kwaliteit om dat heel goed in te vullen. Dus het is ook een beetje aan hun nou en daar hebben we alle vertrouwen in. En als er één speler op een Atletico Madrid manier echt als een verdediger, als een rots in de branding staat, dan is dat Edmund Mijnheer. En die speelt ook niet mee. Nee, Edmund geschorst. Dus ook dat. We hebben relatief weinig schorsingen gehad, denk ik, over het hele jaar. En nu staan er een aantal spelers die zitten op 3 kaarten. Dus dan is het wel iedere keer dat er eentje weg kan vallen. En in dit geval is het Edmund. En ik denk dat we dat prima kunnen invullen met Joran op zijn positie. En daarbij krijgt Heiko ook de kans die er al kort tegenaan zat om zich vandaag te laten zien. Oké, de spelersgroep is er in ieder geval behoorlijk klaar voor. Ik heb het er met je al over gehad in de warming-up. Of er nog revanchegevoelens bij sommige spelers te ontdekken waren. Waren die te ontdekken? Nou ja, laat ik zo zeggen dat ik wel even in de bespreking ook de spelers zelf ook even aan het woord heb gelaten over bepaalde dingen. Hè. En daar komen we wel gewoon met elkaar uit dat we willen gewoon goed afsluiten. Hè. We hebben een mooi jaar gehad, iedereen praat erover. Maar dat kan alleen maar als je het gewoon goed afsluit. Dan blijft men zo praten. En dan blijft men terugkijken op gewoon een heel mooi jaar. En dat moet wel het doel zijn. Nou, Joep, je hebt in het weekjournaal Jeroen Rijsdijk, de trainer van Excelsior Maarsluis, mooi om de tuin geleid. Dus dat kan maar één ding betekenen. We gaan vanmiddag winnen, denk ik, Roeland. Zou die afgeleid zijn? Ja, we zullen zien. We zullen zien. Heel veel succes. Oké, dankjewel. Het fluitsignaal van scheidsrechter Keil uit Heerde heeft geklonken. De wedstrijd DVS 33 Excelsior Maarsluis is definitief begonnen. En DVS heeft balbezit. Komt die bal daar hoog in de pot. Jongen, wat kwam daar Camara weer heerlijk hoog. En nu nog een keer, Maurice de Ruiter. Probeerde hem in één draai te pakken. Oh, prachtige poging, David van de Groep. Bal belandt net over de kruising. Eerste kans voor DVS 33. DVS mag gooien. Ook als hooi kan. Roald de Vries. Vink. De bal op Van den Berg. Van den Berg. Kapt daar zijn man, Jorgen van Zanten, bijna uit. Vink gaat schieten. Schiet een metertje of twee naast de goal van Paul Epping. Vink. Almeida met de voorzet. Achterin is daar Vink, die hele lange. En dat is een goede redding van Paul Epping op die inzet van Vink. Naar een keurige voorzet van Almeida. Combineert daar met Almeida nog steeds. Gaat het strafschopgebied binnen. Komt oog in oog met Paul Epping. Goede redding daar. Bal gaat in tweede instantie over de goal. Goed werk daar van Paul Epping. Moreira. Gooit een end op Vink. Vink kopt de bal door. Dat is een hele gevaarlijke bal daar zo. Die komt op het hoofd van Redert. Maar Paul Epping kan deze bal met zijn hand pakken. Koert voor Ali Akla.
Dan heeft het balbezit op voor Excelsior Maassluis. Dan gaan die voorzet komen in de richting van den Berg. Van den Berg, goed aangenomen daar. Kapt zijn man uit, schiet voorlangs. Ali Akla. Mike Arends. Maurice de Ruiter, keurige bal op Ali Akla. Mooi schot. Mooie aanval gezien van DVS. Komt die bal daar. Hoog voor de pot. Oh ja, en via Redert komt Excelsior Maassluis hier op een 1-0 voorsprong. Heel mooi doorgekopt. Eigenlijk precies zoals ze het hebben wilden. Maar alleen Kevin Fink had dat moeten doen. Maar in dit geval deed Roald de Vries dat. En Redert, de aanvoerder, die maakt daar handig gebruik van. Door zijn hoofd er tegenaan te planten. En Excelsior Maassluis hier op een tot nog toe toch wel verdiende 1-0 voorsprong te brengen. In deze wedstrijd tegen DVS 33. Kruithof. Kruithof gaat schieten. Kruithof en een fantastische redding van Paul Epping op die schot van Kruithof. Bal via de kluts bij Van der Ende. Geeft de bal aan. Bal komt voor, gevaarlijk voor. Fink schiet maar net naast. Bal werd gegeven door Berghout. Nou, zou dit misschien het kantelmoment worden in de wedstrijd? Komt hij hoog. En oh, een bal op de lat gekopt door Joran van Zanten. Zonde. Basile Camara. Christian van den Kamp. Bal stuit het door, komt bij Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter komt 1-1 met de keeper. Schiet tegen het hoofd van de keeper. Mike Arends. Joran van Zanten. Goeie voorzet daar. Komt hij op het hoofd van Christian van den Kamp? Nee, daar achterin is... daar schiet Maurice de Ruiter op de lat. Bal stuit het door. Opnieuw een mogelijkheid voor Maurice de Ruiter om op gelijke hoogte te komen hier. Almeida is Stefan de Ruiter voorbij. Komt die voorzet. Die wordt maar net gemist door Fink. Stefan de Ruiter. Ali Akla. Ronald Hoek. Roald de Vries. Dan komt Excelsior Maassluis er weer gevaarlijk uit. Van den Berg. Van den Berg. Op nummer 17 hensbal voor mij. Daar scoort Excelsior Maassluis in de laatste minuut van deze wedstrijd de 2-0. Volgens mij was de doelpuntenmaker Derks. Almeida. Met Van Ooyen. Almeida komt er heel goed uit. Gaat de 16 meter binnen. Ziet er achterin Kevin Fink staan. En die maakt de 0-3. In de extra tijd van deze wedstrijd wordt het ook nog 0-3. Waar het er lang naar uitzag dat DVS naar de 1-1 kon werken. Maar wordt het 0-3. Dat had ook niet gehoeven. Daar fluiten de scheidsrechter voor de laatste keer deze middag. Teleurstellend resultaat hier voor DVS 33 tegen Excelsior Maassluis. Uitslag 0-3. Naast mij Joran van Zanten van DVS 33. En hij heeft al vaker hier voor de microfoon gestaan. Ik weet dat ik altijd op hem kan rekenen, ook na een verliespot, Joran. Vertel je verhaal van deze wedstrijd. Het is nogal wat. Eerst zelf speelden we niet goed. Ik denk, ze hadden de organisatie heel goed staan. Kwam amper doorheen. En niet dat zij heel gevaarlijk werden elke keer. Ze voetbalden ook niet heel erg via het middenveld. Ze zochten snel de lange bal. De sterke spits. Dat is hun kracht, dus deze is slim. En dan hebben ze eerst helft 1-2 kansjes gehad. Die cornerbal scoren ze dan 1-0. Ja, en dan komen ze in hun spelletje. Dat is zonde. Ja. Jullie begonnen redelijk goed. De eerste 10 minuten aan kwartier was het een open pot. Ook nog wat kansjes voor jullie. Een balletje net over de kruising. Maar daarna nam Excelsior Maassluis het heft in handen. En het leek wel alsof jullie daardoor wat geïmponeerd waren. Ja, weet ik niet. Ik denk, we wilden absoluut met z'n allen. En het was ook een duidelijk plan. En de eerste 10 minuten inderdaad speelden we goed. Rustig aan de bal. Maar de tweede helft kwamen we niet in ons ritme. Als je de bal rondspeelt, gingen we te snel de moeilijke oplossing zoeken. En als je dan heel snel de bal kwijtraakt, dan gaan zij het spel vertragen. En
Dat doen ze gewoon heel erg slim. Dat is een hele sterke ploeg, absoluut. Ja, het is absoluut een hele sterke ploeg. Ik heb van ze genoten hoor. Voor zover je van tegenstanders kan genieten. Maar zo'n beetje na 20 minuten, kwartier 20 minuten in de tweede helft. Toen ja, gebeurde er iets waardoor jullie opeens weer jouw vertrouwde spel gingen spelen. Ja, eerst 10 minuten naar rust bleef een beetje te veel breien achterin of zo. En, daarna gingen we iets opportunistisch spelen. Tweede ballen pikten we op. En toen gingen we in één keer heel goed voetballen. Toen gingen zij wat inzakken. Ze waren overal te laat, tweede helft. We speelden de tweede helft echt goed. Dan kreeg die kans van mij op de paal. Daarna nog Maurice eruit. Maurice eruit op de lat. En nog een aantal situaties. Net de eindpaas die het goed was. Dus ik denk, tweede helft hebben we aardig gespeeld. Ja, het laatste dan... Dus die wedstrijd gespeeld bij 2-0. Dat is zonde. Ik heb in ieder geval gezegd dat op grond van dat half uurtje in de tweede helft er voor volgende week misschien nog wel wat in het vat zit, Joran. Nee, absoluut, absoluut. We gaan er vol voor. En Spakenburg, mooie wedstrijd. En we willen het seizoen absoluut mooi afsluiten. De laatste set zijn resultaten vallen wel tegen. Goed, ik denk dat er absoluut aanknopingspunten zijn om zo verder te gaan. En dan die punten weer eens te pakken. Oké, bedankt voor dit interview, jongen. Naast mij beide trainers van deze ploegen, Excelsior Maarsluis en DVS 33. Allereerst Jeroen Rijsdijk van Excelsior Maarsluis. Goed dat je voor de camera komt. Ja, dankjewel. Welkom. En Roeland ten Berge, de trainer van DVS 33. Jeroen, jouw kijk op de eerste helft. Ik denk dat we vrij aardig starten. Kijk, wat wij... wij hebben denk ik best wel een ploeg die kan opbouwen. Maar we hebben ook een ploeg die de lange bal kan spelen op Kevin Vink. Dus dat maakt dat een ploeg die druk wil zetten... Dus de tegenstander kan druk zetten waarbij wij de lange bal kunnen hanteren. En de ruimtes achter de laatste linie kunnen benutten. Ik denk dat wij de eerste helft wel gewoon... Ik denk dat wij de eerste helft wel goed hebben gespeeld. Ik denk dat DVS... Wat ik overigens echt een goede ploeg vind. Dus complimenten voor de speelstijl en voor het seizoen dit jaar. Maar ik denk dat wij de eerste helft best wel onder controle hadden. De 0-1 was misschien nog wel enigszins magertjes. Ik had wel, als wij 0-2 waren gaan rusten, dan weet ik niet of de wedstrijd al gespeeld was. Maar ik vond dat wij wel domineerden. Ja, absoluut. En door die dominantie leek het erop alsof de spelers van DVS ongelooflijk geïmponeerd waren. Waardoor ze niet in hun spel kwamen. Heb ik dat goed? Het is eigenlijk wat de trainer zegt. Dat hun spel... Kijk, wij willen graag druk naar voren zetten. Maar wij spelen dan met twee spitsen. En dan willen wij proberen het centrum onder druk te zetten. Dan komt meestal de bal bij de backs uit. Moeten wij uitstappen met de zijkanten. En dan spelen hun inderdaad de bal lang. Of als ze maar ruimte hadden, dat gebeurde een aantal keer aan de rechterkant, konden ze doorkomen. Ja, en dan is dat heel moeilijk om dan ballen te veroveren. Dus op hun helft of rond de middenlijn. Dus dat lukt eigenlijk de eerste helft niet. Dan moet je het gaan zoeken in het voetballende gedeelte. Op het moment dat wij de doeltrap lang speelden, was die meestal voor hun. En dat had ook te maken met de kracht van hun. Daarna hebben we het geprobeerd om over de grond te zoeken. Dus vanuit de opbouw namen we hier en daar wat risico mee. Is ook alweer onze kracht, maar ja, hun hebben dat ook gewoon goed staan. Dus dat valt niet mee om er goed onderuit te voetballen. Dat was in die uitwedstrijd ook wel zo hoor. Maar toen creëerden we nogal een aantal kansen dat we de middenvelden juist wel op het juiste moment vrij kregen. Ja, en dat is ons eigenlijk de eerste helft niet echt gelukt. En ja, ik ben het helemaal mee eens dat wij moeite hadden om kansen te creëren de eerste helft. En dat hun de bovenliggende partij waren. Precies. En ik dacht even in de tweede helft na een kwartier. Nou, dit is een kansloze wedstrijd voor DVS. Want toen hadden jullie ook nog die controle. En in één keer komt daar een omslagmoment. Heel vreemd. Nou, ik vond het ook wel goed. Volgens mij ging DVS wat meer 4-3-3 spelen. Is niet misschien helemaal, dat weet ik niet hoor. Maar dat, in het begin dacht ik, nou, dat komt ons wel ten goede. Dat is toch ook weer even wennen voor de spelers van DVS die in 4-4-2 heel het jaar hebben gespeeld. En ik weet niet of dat in fases van wedstrijden of daar een andere speelstijl is gekozen. Maar ik vond het eerste kwartier nog wel voor ons. Waarbij we echt wel, ja, daar hebben we echt wel drie hele goede kansen gehad. Maar die maken we niet. En toen moet ik zeggen, 20 minuten, in ieder geval, ik denk wel van minuut 60 tot 80, 85, hadden wij het echt lastig. Bal op de paal, bal op de lat. Goede redding van de keeper, goede doorloopactie volgens mij van Maurice de Ruiter, als ik het goed zeg. Dus in die fase hadden wij ook gewoon
hadden wij het echt lastig. En had het 1-1 kunnen worden. Uiteindelijk ging DVS denk ik nog meer risico nemen. En ja, dan weet je ook dat... Ja, wij zijn in de tegenstoot ook best wel een hele lastige ploeg met veel snelheid voorop. En ja, uiteindelijk beslissen we de wedstrijd. En dan valt die laatste nog uiteindelijk in de blessuretijd. Maar ik, nogmaals, ook complimenten voor DVS qua speelstijl, qua speelwijze. Ja, ik hoop dat, ondanks het verlies, dat de supporters van de tegenstander ook wel een leuke wedstrijd hebben gezien. Maar het was volgens mij best een mooie pot om uit te kijken. Ik heb een hele aardige wedstrijd gezien en ik heb, dat zeg ik niet graag, maar ik heb echt genoten van jullie ploeg, moet ik zeggen hoor. Roland, maar daar zit jij natuurlijk helemaal niet op te wachten. Genieten van de tegenstander. Maar aan de andere kant moet je ook gewoon toegeven dat Excelsior Maarsluis gewoon een hele goede ploeg blijkt te zijn. Beter dan die eerste wedstrijd in Maarsluis. Ja, het staat wat beter natuurlijk. Maar hè, dat is, dan praat je over een eerste wedstrijd. En wij moeten ook niet denken dat wij toen een hele fantastische wedstrijd speelden. Het was toen een open wedstrijd, maar dat is ook vaak kenmerkend voor het begin van het seizoen. Of je krijgt twee heel afwachtende ploegen de eerste wedstrijd. Of je krijgt twee ploegen die vol voor de winst gaan spelen. En dat was toen het geval. En ik moet wel zeggen, ik was vandaag ook onder de indruk van hun. Dus niet alleen van hoe zij verdedigen, want ze verdedigen ook echt wel vooruit. Maar ook de variant in het aanvalspatroon. Dus op het juiste moment diep spelen, op het juiste moment vanuit de opbouw spelen. Wij hebben dus gewoon getracht om in de rust met 4-3 om daar in ieder geval wat meer druk naar voren. Hè. Je wilt toch in eigen huis, we creëren niks te herstellen, dus we willen toch kijken of we druk kunnen zetten. Ja, en dan kun je je middenveld wat dieper door gaan zetten. Maar in dit geval hebben we gekozen voor 4-3, ook om Christian centraal te krijgen en dan eigenlijk meer Maurice en Ali 1-1 op de zijkanten te krijgen. En dat zou hun backs dan waarschijnlijk ook wat weghouden bij ons. Zodat we niet te veel achteruit hoeven te lopen daardoor. Want ze speelden niet heel veel het middenveld in. Dus dan was het toch of lang of hè, dat wij daar druk op konden krijgen. Maar ja, dat pakte wel goed uit. Ik moet wel zeggen, direct de eerste fase kregen we nog een aardige kans natuurlijk. Daarna kreeg die bal op de paal van ons. En toen groeiden we langzaam in de wedstrijd. En dan moet het even meezitten. Vooral met die kans van Maurice. Dat was de grootste denk ik. Alleen voor de keeper. Die schiet hij dan hoog in. Had misschien beter over de grond gekund. Nog wat mogelijkheden daarna. Bal op de lat was inderdaad nog. En, nou ja, dat is, dan moet je even goed vallen. 1-1 was ook het maximaal. Ik zeg niet terecht. Maar was voor ons het maximale wat haalbaar is, denk ik. Was geen terechte uitslag, denk ik. Maar. Nee, zeker niet. Die 25 minuten in de tweede helft geeft toch wel hoop voor de volgende wedstrijd tegen Spakenburg. Ja, maar dat zie ik als een totaal andere wedstrijd. Kijk, dit team zit gewoon hartstikke goed in elkaar. Spelen nog om het kampioenschap, staan bovenaan nou. Dus zo zag het er ook uit. Hè. Fris, geconcentreerd, goede organisatie. Volgens mij is Spakenburg ook klaar. Wij ook. Dus dan verwacht ik dat een open wedstrijd wordt. Wij willen thuis het publiek nog een keer trakteren op een mooie wedstrijd. En daar gaan we voor volgende week dan maar. Dat zal denk ik een andere wedstrijd worden dan vandaag. Maar, Nou, Excelsior Maarsluis, dat gaat een feestelijk eindslot worden van de competitie. Twee wedstrijden tegen... Kozakken Boys thuis en Spakenburg uit. Dus. Oh, lekker. Ja, dus zijn wel mooie potten. Dus ik weet niet wat er met Kozakken Boys gaat gebeuren met die drie punten in mindering. Of ze in beroep gaan, ja of de nee. Ja, en Spakenburg uit. Ja, dat is voor iemand die ooit bij de Rooien heeft gespeeld wel een bijzondere ervaring om daar mogelijk voor de titel te spelen. Die persoon ben jij dus, hè? Ja, dat ben ik. Ja. En, maar tegelijkertijd kijken wij van wedstrijd naar wedstrijd. Ook, ja, je kan niet verder kijken. Je moet de volgende wedstrijd moet je het weer doen. En eerst Kozakken Boys, goede ploeg. Misschien wel de beste ploeg waar we tegen gespeeld hebben tot nu toe. En dan Spakenburg daarna. Heel veel succes in ieder geval. En nogmaals van harte gefeliciteerd met deze overwinning. Terechte overwinning. Dankjewel. Oké. En Roland, jou ook. Bedankt. Dankjewel. Voor dit interview. Roland, succes.